En nu, het volgende is, als je dit gaat doen, dan, en je wil een kastje maken waar al die losse laadjes in staan. Ik heb eens een keer in mijn slaapkamer ook zo'n kast gemaakt. En daar heb ik eerst de laadjes gemaakt op maat. En toen heb ik de maat opgemeten van die laadjes. Bijvoorbeeld, ik wil hier drie laadjes naast elkaar. Ik meet dat op. Even mijn brilletje op. Hoe groot dat kastje dan wordt. En ik meet hier 39,6 mm. Dus als ik de binnenruimte 39,6 maak, dan moeten ze erin kunnen. Maar dat is wel heel erg strak. Dus ik geef dan 1 of 2 millimeter meer. Dan maak je 39,8. Nou, en dan gaat het perfect. Dan heb je speelruimte. 39,8. Nou, en de rest volgt hieruit hoe diep je je kastje moet maken. En als je hem ietsje dieper maakt dan de diepte van dat ding, dan kan je hier nog een stelklosje of een schroefje in maken dat het niet meer naar binnen gaat dan nodig is. Je kan hier gewoon een schroefje in draaien en die kan je in en uit draaien. En dan heb je een stel dat die niet meer dan zover dat je wil erin gaat. Dus ik zou aanraden de binnendiepte dus een halve centimeter meer te geven. Dan heb je stelmogelijkheid. Nou, dan maak je dat kastje precies zo. En die halve. En dan de onderkant natuurlijk ook. En dan heb je een kastje en die laadjes past er altijd in. En het is vooral belangrijk als je er een heleboel hebt. Want die heb ik daar in de andere ruimte, heb ik dat staan. Een heleboel met schroefjes en dingetjes en ringetjes. En dat schrijf ik er dan aan de voorkant gewoon op wat het is. Ringen staat hierop. Nou, dat is prachtig. Ringen en moeren. Ik heb altijd hele voorraden. Als ik wat nodig heb, dan zoek ik in mijn voorraad. En dus dat kan. En je kan de maat ook zo natuurlijk overnemen. Zo. En je zet een potloodje. En je geeft een paar millimeter meer. Schuif aan. Ik zet hier een lijntje. Kan je ook niet vergissen met meten. Dus ik heb hier gewoon het lijntje, hoe ver ik moet afkorten. Nou, het kind kan de was doen.